Welkom bij deze podcast voor het importeren van OVC-lessen in Teletop. Ten eerste beginnen we met naar de website gaan van de OVC. Het internetadres hiervoor is ovc.lesbank.nl. Vervolgens dien je aan te melden. Als je geen account hebt, kun je ook geen lessen downloaden. Alle docenten van Stad NS hebben een account. Vervolgens zoek je de les binnen de lesbank op die jij wilt hebben. Je kunt bijvoorbeeld een zoekopdracht ingeven voor een bepaald vak. Wanneer je de les gevonden hebt die je wilt hebben, selecteer je deze les. Als je ingelogd bent, is een van de opties download. Als je hierop klikt, kun je kiezen om als SCORM of HTML te downloaden. Kies voor SCORM. Dit formaat kun je importeren in Teletop. Kies nu waar je je bestand wilt opslaan. Je kunt bovenin bij Bewaar als nog de naam veranderen van je bestand. Kies een locatie om op te slaan en kies vervolgens voor Bewaar. De les is nu gedownload. Je hoeft nu voorlopig aan de les zelf niks te doen. Ga nu naar Teletop. Log in op Teletop. Kies vervolgens bij Ga naar de website, de vaksite waar je de les wilt importeren. Eenmaal op de vaksite kies je aan de linkerkant voor het menu Leermiddelen. In Leermiddelen vind je de knop Importeren. Als je deze selecteert, krijg je drie opties: Content Package, Website en Fotoalbum. Voor het importeren van een SCORM-les kies je voor Content Package. Je krijgt nu de bekende bladerenknop. Selecteer deze. Ga nu naar de plaats waar jij je les hebt opgeslagen. Het bestand is een zipbestand. Je herkent dit aan het ritsje in het document. Het is niet de bedoeling dat je hier voor tijd al op dubbel klikt. Het kan dus alleen als zip worden geïmporteerd. Als je je bestand geselecteerd hebt, klik nu voor Open. Kies vervolgens voor de knop Importeren. Teletop geeft je nu een aantal mogelijkheden. Waarschijnlijk bestaat je SCORM-les uit meerdere objecten. Je kunt het importeren als één item. Je kunt er ook aparte items voor maken. In dit voorbeeld kies ik voor de bovenste optie. Je kunt natuurlijk ook Teletop weer agenda regels en opdrachten toe laten voegen voor deze opdracht. Als je dit wilt, laat het vinkje dan staan. Wil je dit niet, haal het vinkje dan weg. Nadat je je keuzes hebt gemaakt, kies je voor de knop Voltooien. Je krijgt nu een overzichtje waarin je nog een beschrijving kunt toevoegen of de les een andere naam geven in Teletop. Als er bij weblink en dan bij adres daarachter een link staat, kun je zien dat de import succesvol is geweest. Je kunt vervolgens nog kiezen welke doelgroep het moet doen, welke deelnemers of het zichtbaar moet zijn voor docenten enzovoort. Kies nu voor opslaan.
Als je nu kijkt in de hoofdmap, zul je zien dat er een les is bijgekomen. We zien hier dat hij op de datum van vandaag en te herkennen aan het sterretje er een nieuwe les is geïmporteerd. Je kunt op de bekende manier deze les koppelen via een opdracht. Als je voor deze les kiest in leermiddelen, krijg je de link te zien, te herkennen aan het kleine wereldbolletje ervoor. Als je hierop klikt, moet je les laden. Op deze manier importeer je lessen vanuit de OVC in Teletop. Heel veel succes!